Club ondersteboven. We zaten natuurlijk net nog gekscherend te babbelen over quarantaineklappers. De tracks waar jij in je eentje erg lekker op kan gaan. Maar deze quarantaine heeft ook een hele andere kant, namelijk de ziekenhuisquarantaines. Ja, dat zijn de echte, ja. Zo. Nou hebben wij niemand minder dan quarantaineverpleegkundige Maaike van het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein bereid gevonden om hier met ons over te babbelen. Maaike, goede avond met Tom en Bram. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, hoe maak je? Ben je momenteel ook aan het werk of zit je lekker thuis? Nee, ik heb vandaag de hele dag gewerkt, maar ik zit nu lekker op de bank. Ah, lekker. Pootjes omhoog, even bijkomen. Zeker. Ja, ik begreep dat je nu nog met collega Janine of zo bij jou zit. Ja, daar zit ik samen mee op de bank. Oh, maar wel 1,5 meter mag ik hopen, toch? Zeker, bijna 2. Ja, nou, maar dan wel even, voordat we het uitgebreid hierover gaan hebben, even een applausje voor jullie bij. Ja, yes. Dankjewel. Ja, want allereerst, dames, ik ben heel erg benieuwd. Hoe is het daar? Hebben jullie nog voldoende materieel? Hoe is de stemming? Hoe is het daar? Ja, nou, we zeggen maar de hele tijd dat we positief blijven over de hele situatie. Met een beetje humor erin, maar ondanks dat is het zeker wel pittig en zwaar. Het zijn echt zware dagen als je de hele dag, nou, laten we zeggen, 8 uur lang achter elkaar in isolatie moet staan. Dus dat houdt in dat je met een schort van schoenen, een mondmasker, een bril, een muts op. Kan je voorstellen dat het aardig warm is als je dan ook nog wat inspanning moet leveren. Alsof je een laboratorium in loopt. Ja, zoiets. Ja. Dus dat is best wel pittig. Maar we doen het voor de patiënten. Dus we blijven op de been daardoor ook wel. Ja. Want daarover gesproken ook, qua materieel en zo komen jullie helemaal uit. Want ik kan me ook voorstellen, het wordt steeds hectischer. Zeker. Zijn jullie nog wel helemaal voorzien of slinkt de voorraad? Voor nu zijn we nog voorzien. Maar ja, we weten natuurlijk allemaal niet hoe lang dit gaat duren. Nee. Dus we weten ook niet of dat materiaal allemaal beschikbaar blijft. Ja, nee. Dat moeten we gaan zien. Hey, en op zo'n afdeling in het Sint-Antonius, daar zitten jullie met mensen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Hoe is dan de sfeer op zo'n afdeling? Onderling, met collega's, met patiënten? De sfeer is overwegend wat Maaike ook zegt, echt wel positief. En we proberen elkaar ook een beetje op de been te houden, want we maken allemaal hetzelfde mee. En we kunnen het ook vaak met elkaar wel het beste delen. En daar is ook echt wel plek voor, een aandacht voor. En met de patiënten is het contact zo immens en zo intiem. En dat is wel heel bijzonder om mee te maken. Normaal hebben we dat natuurlijk ook, maar ja, de situatie is toch wat anders dan normaal. Dus het is bijzonder. Ja. Ja, wat ik me ook altijd afvraag, hè, zeker in zo'n tijd als nu. Jullie hebben natuurlijk gewoon je uren die je moet maken. Maar ik snap ook wel, dit is best wel een aanslag op dat hele zorgstelsel. Ook op jullie tijden. Hoe flexibel moet je zijn momenteel als verpleger? Ik denk dat het een beetje een wisselwerking heeft op elkaar. Want ja, om in de zorg te werken geef je al om het zorgen voor een ander. En op het moment dat er crisis uitbreekt, ben je er en sta je er. En dat merken we ook heel erg in ons team. Iedereen biedt zich aan om extra diensten te werken. Het is alleen inderdaad daarbinnen wel gewoon van belang dat er op ons gelet wordt, dat we op elkaar letten. En dat we wel voldoende rust krijgen om ook weer bij te tanken voor die diensten. Want we werken wel absoluut extra en we moeten ook soms al langer blijven. Ja, alright. En hoe ziet het buiten werktijd dan om? Hebben jullie een relatie? Hoe reageert familie? Ik heb geen relatie, dus als ik thuis kom, dan heb ik ook de volledige rust. Ja, alle tijd om bij te tanken. Ja, precies. En ik zie mijn familie nu ook niet. Ik neem niet het risico om andere mensen te besmetten. Nee, dat wil ik niet op een geweten hebben. Dus als ik thuis kom, kan ik lekker Netflixen en naar bed. Ah, dus top. Dat en Janine dan naast jou? Ik heb wel een partner. En dat is overigens ook de enige dan die ik buiten werk zie. Ik ben op zich niet bang om hem te besmetten. En ja, weet je, je kan moeilijk allebei in een ander huis gaan wonen. Dat is ook zo wat. Ja. Maar ik zie ook buiten het werk geen familie. Omdat ik me zo verantwoordelijk voel voor de patiënten en voor de mensen om me heen. Ik wil dat gewoon niet. Nee, maar zijn jullie ook helemaal niet angstig? Want ja, je ziet het, iedereen reageert anders op zo'n virus. Ben je zelf niet bang dat je het krijgt? Echt heel bang zijn we niet, omdat we natuurlijk heel goed beschermd worden door alle materialen die we aan hebben. Hè? En we worden elke dag op de hoogte gehouden door onze teamhoofden over de nieuwe ontwikkelingen en alle reglementen rondom corona.
Maar nou, door die isolatie, kijk, we hebben allemaal de kans om het te krijgen. Dat is niet weggenomen met die isolatie, maar het is wel een stuk kleiner. Omdat je natuurlijk wel echt direct contact hebt met die patiënten. Ja. Maar door die materialen is de kans gewoon veel kleiner om het te krijgen. Ja. Ja. Ja, we hebben net natuurlijk ook nog even de speech gekeken van Mark Rutte. We zitten in ieder geval tot juni zitten we binnen. Wat is jullie gevoel bij de laatste maatregelen sowieso? Ja, gezien dat... we hebben ook de foto's gezien van bossen waar mensen in grote groepen bij elkaar kwamen. Dat maakte ons als zorgverleners echt wel een beetje verdrietig. Dat we zelf onze eigen families in deze omstandigheden niet kunnen en ook niet willen zien. Ja. Om het risico zo klein mogelijk te houden. En dat ook dus niet kunnen delen. Maar dat andere mensen zoiets hebben van nou, laten we even in een groepje van 50 natuurmonumenten gaan bekijken. Ja, zo werkt het gewoon niet. En op deze manier wordt die patiëntenstroom ineens zoveel te groot. Dat kunnen we op een gegeven moment niet meer aan. Nee. En dan wordt de druk op de zorg zo groot en dan gaan we uitvallen. En dat willen we juist voorkomen met de maatregelen die premier Rutte op heeft gesteld. En dat zijn experts, dus we mogen ervan uitgaan dat goed is. Nou ja, heel goed. Tot slot, Maaike, Janine, de komende tijd, hoe zien jullie het voor je? Ik denk dat we nog maar het topje van de ijsberg zien en dat het echt nog veel heftiger gaat worden. Dus dat we vooral goed op elkaar moeten blijven letten en de schouders eronder en gaan. We hebben niet echt een keuze om te stoppen, dus we gaan gewoon door. En dat zit ook al in ons. Ja, en ja. In het hele team. Dus we gaan door. Ja, jullie zijn toppers. En de Instagram-account die we zijn begonnen. Ja. Ja. Nee, zeker. Nou, hou jullie taai, dames. En niet alleen jullie natuurlijk, maar iedereen die nu momenteel in de zorg zit. Jullie zijn de soldaten in deze strijd. Dus, voor jullie moeten we het hebben. Mooi gesproken. Dus hou jullie taai en let ook een beetje goed op elkaar. Gaan we doen. Komt helemaal goed. Toppers. Dank jullie wel. Dank jullie wel.